Zou overdag zijn en niet het minst belangrijk, Adacia zou het huis houden. Alles komt goed, dacht ik. Ik ben woedend. Dat zal voorlopig zo blijven. Dus blame them! Het is de schuld van Adam die niet naar mij willen luisteren. Het is zijn schuld dat jullie nu in zo'n kutwereld leven. Tja, niks aan te doen. Moet je niet verdwijnen? Jasmijn en Veerle, wat zien we hier? Dit is de stapel van alle mensen. Dit is eigenlijk een soort van goddelijke orgie, stelt het voor. Het zijn de poppen die de leerlingen hebben gemaakt van het Rietveld Lyceum. En ze zijn allemaal opgehoopt in poses en bepaalde standen. Zodat het lijkt alsof de mensheid zich in één keer allemaal ophoopt tot een groot verderf, zeg maar. Ja, het is, we volgen samen een pad en we eindigen toch allemaal wel op dezelfde hoop. Dat stelt het mij eigenlijk voor.